De stand van zaken in Nederland met kickboksen, nou, daar vraag je me wat. Ja, op zich is het hartstikke goed. Laten we eerlijk zijn. Nederland is een bloeiend kickboksland. Er zijn iedere week wedstrijden door het hele land heen, vanaf 1 september tot aan eind juni, begin juli. Dus dat blijft wel goed gaan. Het niveau is waanzinnig hoog als je het vergelijkt met de ons omringende landen. Maar we zitten met een groot probleem. We hebben een enorm imagoprobleem. Kickboksen wordt afgeschilderd als een sport van criminelen. En dat is hier en daar ook niet helemaal ten onrechte. We zijn er ook zelf debat aan. We hebben ook een sport in feite die meer en meer aan het kelderen is ook. Daar ben ik echt bang voor. Ik geloof namelijk dat wij er zorg van moeten dragen dat we eenheid moeten krijgen. Op het ogenblik is het zo dat iedereen kan in feite doen wat hij wil. Iedereen begint een bondje, iedereen begint een club. Er is geen enkele controle op wat dan ook. En dat betekent dat, zolang dat er niet is, wij altijd zullen geconfronteerd worden met excessen, met problemen. We hebben een sport die door de jaren heen zoveel schade heeft opgelopen, dat is bijna niet meer te herstellen. We krijgen geen goede sponsors. We krijgen geen grote namen zoals Sony, Philips, Unilever. Kortom, we krijgen slechts, en slechts uiteraard onder aanhalingstekens, we krijgen een coffeeshop, een growshop, etc. Op zich is daar niets op tegen. Waarheid niet, dat je daardoor wel weer een imagoprobleem oploopt. Nou, wat kunnen we daaraan doen? Het enige wat wij kunnen doen is zorgen dat er eenheid komt. Nou, we kunnen rustig over eens zijn. Dat zal de kickboxwereld nooit en ten nimmer alleen voor elkaar krijgen. Denk daar goed over na. We zijn niet in staat om ons te verenigen. We zijn niet in staat om één bond te organiseren. We zijn niet in staat om één set regels te arrangeren. We zijn niet in staat om te zorgen voor goede guidelines, voor richtlijnen, voor een school, voor een leraar, voor medische keuringen, voor dopingcontrole. Daar zijn wij niet toe in staat. Ja, per bondje waarschijnlijk. Maar zodra die bonden moeten gaan samenwerken, werkt het niet meer. Dan wil men niet, men kan niet, die heeft ruzie met die, die heeft ruzie met die. Kortom, wij kunnen het niet zelf. Wat gaan we nu doen? Gaan we nu wachten tot de politiek zegt van, hé, daar gebeurt wat, dat is niet goed. Want stel je nou eens voor het afgrijzelijke geval dat er een kindje, want we hebben tegenwoordig kinderwedstrijden van 7, 8, 9, soms 6 jaar al, die staan in de ring. Wat ik zelf persoonlijk echt belachelijk vind, maar goed, dat is mijn visie. Maar stel je nou eens voor dat er een ongeluk gebeurt met één zo'n kindje. Een jongetje van 8 of 9 jaar. Krijgt een trap of een schop of een stomp of glijdt uit, valt uit de ring. Kan zomaar gebeuren, die kinderen zijn zo groot. Ze kunnen amper uit de luiers. Maar stel je nou eens voor, God verhoede het, dat er iets mee gebeurt. Zo'n kindje overlijdt. Wat dan? Zie het voor je in de Telegraaf? Kind in kickboksring doodgeslagen. Einde sport, einde verhaal. Dan heeft u en ik een heel groot probleem. En daar wil ik voor zijn. We moeten daar een duidelijk stel regels voor op zien te zetten. Dat kunnen wij dus blijkbaar niet alleen. Dus ik roep de hulp in van een externe organisatie. Nou hebben we in Nederland het FOG. Die zou dat kunnen, maar daar gebeurt dus niks. Tenminste, niet met kickboksen. Dus de grote instanties laten ons een beetje in onze sop gade koken. Wat te doen? Ik ben zelf geweest bij NOC-NSF. Ik heb gesproken met diverse malen op Papendal geweest met leidinggevende figuren daar. Resultaat? Niks. Men gaat ervan uit dat wij dat zelf organiseren. En we kunnen het zelf blijkbaar niet, of we willen het schijnbaar niet. Dus hoe komen we hier in vredesnaam? Maar die vragen leg ik bij u, bij ons allemaal neer. Als we namelijk niks doen, dan gaat het een keertje vandaag of morgen falikant goed fout. De sport is een accident waiting to happen. Een ongelukje dat gaat gebeuren. Je kunt erop wachten dat er vandaag of morgen iets fout gaat. En nu heb ik het niet alleen maar over de excessen buiten de ring. We weten allemaal dat het niet allemaal engeltjes zijn die met kickboksen bezig zijn. We weten allemaal dat er bepaalde criminelen zijn die het maar wat fijn vinden om in contact te zijn of in ieder geval zich om de ring heen te bewegen. Dan kom je niet aan. En zolang ze zich met hun criminele activiteiten buiten de sport behouden, prima. Maar wij zullen als sport eensgezind naar buiten iets moeten gaan uitdragen.
eenheid. Doen wij dat niet, dan garandeer ik u dat binnen nu en 10 jaar die sport ten dode is opgeschreven. Dan wordt die vandaag en morgen een keer verboden. En dan zijn we nog veel verder van huis. Getekend, Fred Royers.